één keer raden wat wij vandaag gaan doen. We zijn hier te gast bij Mercedes en ja, inderdaad, elektrisch rijden. En ja, kan dat een beetje spannend zijn? Nou, dacht het wel. Maar ja, het is net als thuis. Eerst je groente opeten en dan pas het toetje. Eigenlijk is dit de meest spannende auto, die SLS. Gewoon een traditionele, reguliere elektrische auto. Natuurlijk, ziet er heel gaaf uit, gaat heel hard. Maar qua technologie is dit spannender. Dit is een waterstofauto, dus een brandstofcel aan boord, waarmee het waterstof wordt gebruikt om elektriciteit te genereren, om dan vervolgens de elektromotor aan te drijven. Het is ook weer een soort hybride concept. Hier ook heel mooi op het display. Dus als ik gas loslaat, dan zie je zeg maar, dat de accu wordt bijgeladen. En als ik er gas bijgeef, dan zie je vanuit de accu een stroom naar de elektromotor en vanuit de brandstofcel. Nou, afhankelijk van hoe vol de accu is, stopt die weer of gaat die juist weer bijladen. Omdat ik niet de hele tijd op het navigatiescherm kan staren, heb ik hier ook een, in plaats van de toerenteller eigenlijk een kilowattmeter. Dat kennen we uit meer auto's. Een heel groot groen gebied waarbij je relatief zuinig rijdt. En ook een soort overboost functie waar als ik vol gas geef en dan nog door de kickdown heen trap, zeg maar, dan pakt hij de volle 100 kilowatt voor optimale acceleratie. En als je dan weer gas loslaat, dan zie je dat hij langzaam weer bijlaat. Tot zover heb je wellicht eigenlijk nog niet zo heel veel nieuws gehoord. Want ja, hybrides zoals de Prius, die hebben ook een concept waarbij een elektromotor en de verbrandingsmotor samen zorgen voor de voortstuwing. En als je remt, dat er dan energie wordt teruggewonnen. Er zijn echt twee grote verschillen. Ten opzichte van een normale hybride heeft deze auto echt geen uitstoot. 0 gram CO2. En het enige wat er uit de uitlaat komt, is water. Hele bakken met water als je vol gas geeft. Ten opzichte van een elektrische auto, die ook geen uitstoot heeft, is er één belangrijk verschil, namelijk de rijkwijd. Deze auto kun je 400 kilometer maar op één tank rijden. En het hele idee van waterstof is dat je ook weer gewoon kunt tanken. In principe is de tank in 3 minuten weer vol en dan kan je weer 400 kilometer rijden. Nou, dat is niet heel erg ver vergeleken met een dieselauto, maar voor een normale toepassing eigenlijk wel prima. Nou, zit hier natuurlijk te wachten op de nadelen. Nou ja, het is een B-klasse, dit is natuurlijk niet een hele spannende auto. Maar qua rijden is dit eigenlijk wel prima. Want die aandrijflijn, die is wel lekker pittig eigenlijk. Totaal 136 pk in die overboost functie. Een topsnelheid van 170, nou dat is allemaal niet mega indrukwekkend. Maar die elektromotor heeft natuurlijk vanaf nul zijn maximale koppel. En dat maximale koppel is 290 Nm. En dat is gewoon wel een oké waarde. En het is ook het gedrag van die auto als je gas geeft. Het is geen muesli-auto in die zin dat je dan een soort zompig gevoel, je trapt op het gaspedaal en er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Nee, Mercedes heeft gewoon een hele volwassen normale auto neergezet die ook gewoon normaal vlot met het verkeer mee kan. En als je niet oppast, als je naast zo'n B-klasse F-cel staat, worden ook gewoon nog uitgetrokken bij het stoplicht. Want die eerste meters, daar is hij gewoon rete snel. Ja, na deze ode aan deze brandstofcelauto vraag je natuurlijk af, ja, waarom is dit dan nog niet op de markt? Nou ja, rij eens rond bij jou in de buurt en kijk dan eens even waar je waterstof kan tanken. Rij even naar je lokale tankboer en zeg, joh, doe mij even een paar kilo waterstof, zo meet je dat. Ja, dat is toch gewoon nog niet verkrijgbaar. Nu langzaam in Duitsland zijn er zeg maar rondom Stuttgart en richting München zijn er wel wat waterstofstations. En in Nederland zijn er ook wel een aantal te vinden, maar verder kan je het gewoon nog niet tanken. En dat is een beetje het klassieke kip-ei-probleem. De auto is op zich prima. De technologie is, nou ja, in de kinderschoenen, maar is er wel klaar voor. Nou, nu moet er infrastructuur komen. Nou, dezelfde discussie die we eigenlijk met elektrisch rijden hebben. Alleen op de een of andere manier geloof ik hier meer in. Want met deze auto zou ik op vakantie kunnen gaan. En Mercedes bouwt ook een elektrische A-klasse. Nou ja, daar kan je eens 200 kilometer mee rijden, als je geluk hebt. En daarna moet je een hele tijd opladen. Dat is eigenlijk alleen maar geschikt voor in de stad. Ja, jeetje, we willen elektrisch rijden natuurlijk nog niet helemaal afschrijven. Dus ga ik even één rondje doen, of misschien twee rondjes in die SLS-e-cel. Gewoon om te proberen.